De staat haalt al voordelen uit het baggerproject van de Suriname Rivier. Dit zei minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken vandaag voor de wekelijkse ministerraad. De bewindsman zegt dat het project nu al bewezen heeft vele voordelen te hebben. Het baggerproject dat wordt gezien per 1 januari 2022 aan alle bedrijven die gebruik maken dat er betaald zal moeten worden. En dat gebeurt al. Dat gebeurt natuurlijk via de maritieme overheid. Nur Mohammed zegt dat er ook andere projecten in volle gang zijn. Onder meer het woningbouwproject dat gefinancierd wordt door China. Binnenkort zal er meer informatie gedeeld worden over het traject van de bouw van de 350 huizen. De voorbereidingen worden op dit moment in China gedaan, maar laten we zeggen de woning wordt dus groter. Dus op dit moment ben ik bezig met verschillende particulieren te praten dat ze het particulier initiatief versnellen, want de nood is hoog en de koers is niet stabiel, dus mensen kunnen gaan projecteren, kunnen gaan plannen. Je weet, afgelopen jaren zijn veel huizen gebouwd, maar die percelen staan precies zo, omdat men het niet meer kan betalen, want de koers ging elke keer omhoog. Maar nu is er stabiliteit, dus we kunnen weer plannen. Hetzelfde geldt dus wat woningnood betreft, is een topprioriteit. Ik trek dat persoonlijk aan, maar ook wat faciliteiten van kantoren van de overheid betreft, gaan we nu de voorbereidingen treffen, zodat we de komende jaren die veranderingen wel gaan zien. De minister zegt dat het bermenproject wat moeizaam gaat. De bedoeling is dat alle bermen worden aangepakt, zodat er geen zand vanuit de bermen op straat komt.